Vroeger bij ons op het varkensbedrijf was diergezondheid het credo. Scharrelvarkens en destijds nog koude winters maakten dat een hele uitdaging. Het was in die jaren zijn tijd vooruit. Scharrelvlees werd nog niet zo goed betaald en er kwam een opfokzeugel voor in de plaats. Diergezondheid bleef belangrijk, maar toen de opfokzeugen vleesvarkens werden, was de positie bepaald en een kans gepakt. Voerwinst werd de pijler. Op ons familiebedrijf was passie voor de sector onmiskenbaar. En die boerentrots neem ik dagelijks mee in mijn werkzaamheden. Goedenavond, mijn naam is Martijn Sens, branchespecialist intensief bij Countess. En hartelijk welkom bij dit webinar. Vogelgriep, geitenstop, lage opbrengstprijzen, opkoopregelingen. Zomaar een greep van een aantal termen waar we als varkens, pluimvee, kalver en geitenhouderij afgelopen jaar mee geconfronteerd zijn. Deels politiek, deels corona gerelateerd. Eigenlijk allemaal zaken waar we als individuele ondernemer niet of nauwelijks invloed op hebben. Daarom willen we vanavond met jullie graag kijken naar een tweetal zaken waar we, mits goed voorbereid, wel invloed op hebben. Dat brengt mij bij de agenda van het komende uur. We gaan vanavond met twee sprekers kijken naar het bepalen van de positie en het pakken van de kansen die daarbij horen. We willen jullie meenemen in de beoordelingscriteria van de bank en tevens willen we jullie overzicht geven in het stikstofdossier. Na elke spreker hebben we een vragenronde en vanaf nu kunnen jullie ook vragen insturen. Wij snappen dat we niet alle ingekomen vragen kunnen behandelen, maar deze zullen we voorzien van antwoord of nasturen of ergens publiceren. Mens, geld en omgeving. Deze drie factoren zijn onlosmakelijk verbonden met het agrarische bedrijf. Elk van deze factoren heeft ook zijn specifieke invloed. En iedere ondernemer heeft zijn of haar plaats binnen deze driehoek. Welke eisen worden er aan mij als ondernemer gesteld en welke eisen stelt de omgeving aan mijn bedrijf? We schrijven intussen december. En traditioneel kijken we dan terug, met name met de factor geld. Wat heeft ons dit jaar gebracht? Wat gaat ons volgend jaar brengen? Misschien zou je ook wel moeten zeggen om die bespiegeling te maken voor omgeving en mens. Is er iets in mijn omgeving veranderd? Of heb ik als ondernemer zelf een verandering doorgemaakt? Daarnaast zou je kunnen zeggen, moet ik als ondernemer een verandering doormaken om de gestelde doelen voor het komende jaar te halen? Nou, vanavond gaan we kijken naar geld en omgeving. En dan met name naar het bepalen van jouw positie om vervolgens in te kunnen spelen op kansen. De eerste spreker van vanavond is Mark Klein-Breteler. Hij is als senior financieringsspecialist werkzaam bij onze dochteronderneming WeCapital. Mark heeft een bankaire achtergrond en hierin heeft hij veel kennis opgedaan in bedrijfsfinancieringen. Inmiddels werkt hij alweer ruim 10 jaar als financieringsspecialist. En hij heeft toegang tot een breed netwerk wat ingeschakeld kan worden bij de hulp van een financieringsaanvraag. Met de kredietcrisis is het toezicht op de banken aangescherpt. Nou, en dit resulteert in een kritischere bank en er wordt kritischer gekeken naar een ondernemingsplan en ook naar de ondernemer. Nou, als ondernemer is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe de bank tegen jou als ondernemer en jouw plan aankijkt. Mark die gaat aan de hand van het bankaire beoordelingsschema de opbouw van een financieringsaanvraag nader toelichten. Mark, welkom. Dankjewel. Even een vraag vooraf. Als jij nou 's morgens naar je werk gaat, wat is dan jouw grote drijfveer in jouw dagelijkse werk? Kun je daar iets over zeggen? Nou, wat ik mooi vind is dat je iets kunt betekenen voor de klant, iets toe kunt voegen aan een financieringsaanvraag. Zodat je een mooi financieringsvoorstel krijgt waar op dat moment past bij de investeringsplannen. Maar waar je ook eigenlijk een basis legt voor het toekomstig doorontwikkelen van het bedrijf. En dus dat je als het ware daar ruimte voor creëert en die plannen al meeneemt in de basis van die financiering die daar op dat moment beschikbaar wordt gesteld. Dat zijn mooie dingen van je vak. Zou jij ons mee kunnen nemen in jouw verhaal? Ja,
Ik wil jullie even laten zien hoe een financieringsaanvraag door een bank wordt beoordeeld. Dat doe ik aan de hand van het pijlenmodel. Het pijlenmodel bestaat uit de pijlers ondernemer-onderneming, rentabiliteit met een doorkijk naar liquiditeit, vermogen en zekerheid. De pijlers staan allemaal in verbinding met elkaar. Ze hebben niet allemaal hetzelfde gewicht. Het gaat erom dat de bank uiteindelijk zeg maar, een totaaloordeel heeft wat voldoende is om ter financiering over te kunnen gaan. We zullen de pijlers eventjes één voor één doorlopen. De eerste pijler is de ondernemer-onderneming. Wordt ook wel eens genoemd de vent en de tent. Als we even focussen op de ondernemer, dan is het belangrijk om een stukje te vertellen over visie en strategie. Een visie is van waar zie je jezelf over 5 jaar staan bijvoorbeeld. De stip aan de horizon. En de strategie is hoe ga je die weg lopen, hoe ga je die weg bewandelen. Geef dat in zo'n gesprek aan met de bank. Of schrijf het weg in een toelichting. En doe dat ook voor je bedrijf. En ook waar je met je onderneming naartoe wilt over 5 jaar. En hoe die weg eruit gaat zien. En dan is het belangrijk om hier wat te noemen over opleiding en kennis. En dat is de basis. Wat neem je mee? Wat heb je aan ervaring bij je? En dat geeft ook aan van wat jij zeg maar meeneemt om het plan wat je hebt van de grond te krijgen, te trekken. Dan heb je nog netwerk en samenwerking. Daarbij is het belangrijk dat je even aangeeft in welke samenwerkingsverbanden je optrekt. Hè, waar je zeg maar, met collega's een win-win hebt, een gezamenlijk voordeel weer te realiseren in de markt. En je netwerk is natuurlijk van waar hou je je kennis op peil, waar wissel je ervaringen uit en waar wordt kennis gedeeld met collega's. En dat kan bijvoorbeeld een studieclub zijn waar je regelmatig met elkaar spart over ontwikkeling, over nieuwe trends en over actualiteiten. Dan heb je nog, als laatste heb ik hier eventjes genoemd, sterkte en zwakte. Eigenlijk is het sterkte en verbeterpunten. Sterkte is van waar je van nature sterk in bent als ondernemer. En benoem die ook. Maar geef ook aan van welke punten dat je nog sterker moet zijn. Als voorbeeld zou je kunnen zeggen van financieel inzicht. Nou, en dan geef ook aan hoe je daaraan gaat werken. Dat zou kunnen zijn dat je met een accountant periodiek de financiële cijfers gaat bespreken en gaat kijken hoe zich die ontwikkelen. Maar binnen dezelfde pijlen kijken we ook naar de onderneming. Bij de onderneming is het heel belangrijk om een toelichting te geven op de juridische structuur. Heb je een eenmanszaak, maatschap, VOF? Dat is heel belangrijk. En geef ook aan, als het niet te ingewikkeld wordt. Als het ingewikkeld wordt, wordt de bank wat voorzichtig. En zijn ze wat terughoudend om te financieren. Hier geef je ook aan wat de onderneming doet. Je bedrijfsactiviteit. Waar ben je mee bezig? Wat produceer je? Wat zet je af? En wat voer je aan op je bedrijf? Dus beschrijf ook die dingen van je onderneming. Dan een stukje over de taakverdeling binnen de samenwerking. Daarbij is het belangrijk van hoe zijn de rollen en de verantwoordelijkheden verdeeld binnen de organisatie. En dat kan zijn in de maatschappij of in een VOF of in een BV. Maar geef je hier ook een toelichting op hoe de personele bezetting is en wie welke rol vervult in de organisatie. Dan heb je hier ook nog de mogelijkheid om de capaciteit en de kwaliteit van de gebouwen te benoemen. En doe dat ook voor machines en inrichting. En benoem ook of het jonge machines zijn of oudere machines zijn, hoe de staat van onderhoud is. Maar loop hier eventjes door van hoe dat zeg maar onder het bedrijf is opgebouwd. En als laatste hier noem je nog even de van toepassing zijnde wet en regelgeving. Dus geef aan welke wet en regelgeving van toepassing zijn. En ook hoe jouw bedrijf daarin in staat, hoe je daaraan voldoet. Dat is de pijl ondernemer-onderneming. Dan gaan we door naar de rentabiliteit. Dat zijn eigenlijk de cijfers. En voor een bank zijn het ook cijfers. Maar het zijn wel de cijfers van waaruit de bank vertrekt, de historische cijfers. Dat is de basis voor jouw plan. En de bank heeft cijfers, maar jij moet het verhaal achter de cijfers gaan vertellen. Benoem hoe ze tot stand zijn gekomen. Benoem de incidenten, bijzonderheden. Maar geef wat meer gevoel bij hoe die cijfers zijn opgebouwd. Dat doe je ook bij je technische resultaten. Als onderbouwing van een stukje vakmanschap wat je uitstraalt, wat je hebt. En daar zijn de technische resultaten uitstekend geschikt voor om daar ook in dit onderwerp of in dit onderdeel mee te nemen. Vervolgens maak je de doorkijk naar je begroting. Je hebt een investeringsplan en dat is uiteindelijk in die begroting wordt dat doorgerekend. En dan geef je hier ook aan wat het effect van investeringen is op de begroting.
op de cijfers. Waar vind je die investering terug in je cijfers? En loop daar ook met de bank doorheen. Vertel het verhaal achter die begroting, hoe die tot stand is gekomen. Heel belangrijk is aan te geven van, is die begroting op basis van de lijn uit het verleden doorgetrokken naar de toekomst toe? Ja, dus als je een voorwinst hebt van 120%, is die begroting ook op dezelfde voorwinst met meerjarige saldo's berekend? Of moet je daar nog een stap in maken? Heb je daar zeg maar nog een uitdaging? En ga daar ook op in en geef ook aan van hoe je dat gaat realiseren. Dat je die taakstelling, die stap overdacht hebt en hoe je dat denkt te kunnen realiseren. Nou, en als laatste heb ik hier gevoeligheid. Je hebt een plan. Maar goed, de bank wil ook wel graag een A, een B en een C scenario zien of horen. En maar geeft de bank eens inzicht in wat de gevoeligheid is op 10% prijsdal. Ja, of wat de gevoeligheid is op een procent kostprijsstijging, bijvoorbeeld een procent rentestijging. Hoe dat resultaat van de rentabiliteit en van je verlies- en winstrekening er dan uit komt te zien. Nou, vanuit de rentabiliteit trekken we door naar de liquiditeit. Ja, maar uiteindelijk, je hebt een prestatie geleverd en je hebt een resultaat weggezet. Maar goed, dat vind je uiteindelijk terug op je rekening courant. En daarvan is het belangrijk dat daar nog een aantal rekeningen van betaald kunnen worden. En want je hebt natuurlijk ook nog je privéuitgaven. Je leeft van het resultaat van je bedrijf. Dus vanuit de rekening courant moeten de privéopnames betaald kunnen worden. Moet je kunnen aflossen op de financiering van de bank. En moet eventueel nog vervangingsinvesteringen bekostigd kunnen worden. En zorg ervoor dat je daar ook naar kijkt. Dat je ook je liquiditeitsprognose doorrekent. En dat het ook aangetoond wordt dat daar voldoende ruimte zit om dat op te kunnen vangen. Om dat te kunnen betalen. Nou, wat banken de laatste tijd steeds meer op aansturen, is dat je een buffer opbouwt voor een prijsdal. In het verleden was het gebruikelijk om bij een prijsdal redelijk snel bij de bank aan te kloppen voor een extra kredietfaciliteit. Maar goed, dat komt wel steeds meer bij de onderneming zelf te liggen. Dus we zien nu dat je ook in je hele begroting rekening moet houden met dat je een extra buffer opbouwt om een prijsdal te kunnen overbruggen. Dan gaan we naar het vermogen. Als derde pijler. Nou, het vermogen is het eigen vermogen ten opzichte van de balanstotaal. En dat staat gewoon, zeg maar, in de cijfers staat daar een bepaald bedrag. En als je dat deelt door het totale van de balans, dan heb je een eigen vermogen. De bank wil dat op 30% tot 40% minimaal zien. Maar wat wel belangrijk is om even te spreken, is dat je eens een keertje door jouw vermogen heen loopt. Hè. Kijk eens eventjes van die stal of die trekker die er staat. En waar staat die voor de balans en wat is de werkelijke waarde van die trekker? En als je die waardes van al die machines eens eventjes en van je stal eens eventjes bij elkaar optelt, en dan kun je daar het eigen vermogen toeschrijven. En dan krijg je een soort plus op je eigen vermogen. En dus is het eigen vermogen maar aan de krappe kant, kijk daar zeker naar. Want dat geeft wel wat een betere indicatie van het eigen vermogen van de onderneming als die basisbalanscijfers die daar op de balans staan. Nou, ook belangrijk is om te kijken wat de samenstelling is van het vermogen. Is het vermogen het courante gebouwen? En is het goed onderhouden en jong machinepark? Of is het met achterstallig onderhoud? Of sterker nog, is het bederfelijke voorraad? Want als het bederfelijke voorraad is, ja, dan kun je begrijpen dat zo'n vermogen natuurlijk heel snel uit de vingers kan glippen voor een bank. En dus het is ook wel goed om te kijken van, als je kijkt naar vermogen, hoe is het samengesteld? En wat belangrijk is natuurlijk ook de trend in het eigen vermogen. Als je je begroting hebt berekend, dan moet je even kijken naar hoe dit eigen vermogen zich ontwikkelt. Bij voorkeur natuurlijk dat het aansterkt, dat je spek op de ribben krijgt, zoals we dat noemen. Maar zo kunnen zijn dat je interpt op je eigen vermogen. En dat is wel een situatie waar je liever niet in terechtkomt. Dus kijk goed naar hoe het eigen vermogen zich ontwikkelt in de begroting. Dan hebben we de vierde pijler, dat is zekerheden. Nou, zekerheden is niet anders dan de onderpand voor de bank, voor de financier. Een aantal dingen worden daar benoemd als obligo. Obligo is jouw totale schuld. Nou, dat is eigenlijk al een van de pijlers. En dan heb je zekerheid. Zekerheid kan bestaan uit onroerend goed, hypotheekinschrijving op gebouwen, op grond. Zekerheid kan bestaan uit pandrecht op machines, inventaris, veestapel. En de zekerheid kan ook eventueel nog bestaan uit een borstelingskrediet van de overheid, van de landbouw. Nou, dat zijn je zekerheden. Die zet je af tegenover het totale schuld, tegenover het obligo. Alleen de bank, die kijkt nog naar een dekkingswaarde. Maar de bank heeft ervaring dat
een gedwongen verkoop, dat dat minder opbrengt als bij een vrije verkoop. Als voorbeeld hebben we de glastuinders, kennen we. Nou, toen dat echt slecht ging, toen waren die opstellen waren gewoon heel slecht te verkopen. Die prijzen, die werden gewoon niet gehaald en werd gewoon niet verkocht. En dus banken houden best wel rekening met een beetje afslag op die vrije verkoopwaarde, omdat bij gedwongen verkoop de waarde toch aanzienlijk lager ligt. Nou, dus vanuit die dekkingswaarde en vanuit het obligo weer, ga je ze naast elkaar zetten en kun je de conclusie trekken dat je een blanco hebt of een surplus. Nou, surplus dat is dat je meer zekerheid hebt als een financiering. Een blanco is dat je minder zekerheid hebt als financiering. Dus een tekort hebt in principe. Dus op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Maar je moet dan met de bank in gesprek of dat blanco acceptabel is. En in welke termijn zo'n blanco eruit loopt. Want doordat je de lening aflost, loopt jouw obligo dus terug. En als de zekerheid redelijk op niveau blijft, ja, dan werk je zo'n blanco eruit binnen een x-aantal jaren. Nou, en op die manier kun je dan toch, zeg maar, vanuit een blanco positie wel, zeg maar, toewerken naar een gedekte positie qua zekerheid. En dat zijn eigenlijk de vier pijlers. Als we dan eventjes over de jaren kijken van wat we gezien hebben in de afgelopen jaren. En dan gaan we heel ver in de tijd terug. En dan kijken we naar hoe het vroeger ging. De zekerheid was de basis voor een financiering. Nou, dat is gelukkig al een hele tijd ligt daar achter ons. Maar uiteindelijk is de bank ook wel ingaan zien dat een goed plan met een goede ondernemer, die moet ook zeker een kans krijgen. En dat wil de bank ook, als dat goed staat, wil de bank ook wel mee in een stukje risico. En dus uiteindelijk werd zekerheid best niet maatgevend en stond niet meer boven alles. Maar met name de exploitatie, een goed plan, een goede ondernemer, dat was de basis voor een financiering. Wat we ook zien is dat, en met name ook nu, dat liquiditeiten heel belangrijk zijn. Kun je met alles en iedereen afrekenen? Kun je alle financiële verplichtingen kun je daaraan voldoen? En wat ik net al even zei, van dat naar de toekomst toe, dat ook een prijsdaal gewoon opgevangen moet kunnen worden vanuit je rekening courant krediet. En waar we nu in de gesprekken met klanten en bank vaak te sprake komt, dat is duurzaamheid. En dat is nog in de pilotfase. Maar we zien wel dat het eigenlijk in elk gesprek al voorbij komt. En wat bank vindt ook heel belangrijk, dat ook vanuit de onderneming duurzaam ondernomen moet worden. Dus dat is eigenlijk in volgevlucht zeg maar, hoe een bank een financieringsaanvraag beoordeelt. Ik zou zeggen, doe je voordeel mee. Ken de agenda van de bank. Bepaal je positie en pak je kans. Dankjewel, Mark, voor de heldere toelichting. Er zijn intussen ook een aantal vragen binnengekomen. En hier is een toehoorder die vraagt zich af, brengt duurzaamheid nou alleen maar extra kosten met zich mee? Of levert het ons ook wat op? Dat is een goede vraag. Het is zeker niet zo dat duurzaamheid alleen maar kostprijsverhogend moet werken. Daar zijn ze mee bezig om te kijken op welke manier kan je dat ook rendabel maken. En dan moet je denken aan misschien een stukje rendement uit de investering aan zich. Belastingtechnische voordelen kunnen we eraan aanhangen. Misschien is het dan mogelijk om vanuit het product, zeg maar, ook je opbrengstprijs een plusje te geven. Een soort concept van houderijsysteem of iets dergelijks. Ja, en waar de bank nu mee bezig is om te kijken van hoe kunnen ze dat in een soort rente of in een speciale lening verpakken. Dat beloond wordt met een stukje rentevoordeel. En daar zijn ze nu mee bezig om eens te inventariseren wat zo allemaal in aanmerking komen voor duurzaamheid. Dus heb je het over zonnepanelen of heb je het over een zichtstaal, noem maar op. Dat moet eerst geïnventariseerd worden. Dan moet er natuurlijk een waarde aangehangen worden, zodat je ze ook kunt meten. En uiteindelijk moet er natuurlijk een schema voor komen dat je kunt zien vanaf zoveel duurzaamheidspunten kom je in aanmerking voor een lening of voor een rentekorting. En daar zijn ze wel mee bezig. Dus er wordt wel echt meegedacht om duurzaamheid ook als een rendabele investering rond te zetten. Helder. Dan is er een vraag. Als er voldoende zekerheid is, dan loopt de bank toch geen risico? Ja, dat is een beetje oud denken. Ik begrijp de gedachte wel. Alleen, ja, we weten allemaal dat de bank natuurlijk
echt wel onder toezicht zit en kritisch wordt bekeken, gevolgd. Bank moet een financiering en een plan moet die beoordelen op basis van continuïteit. En als hij daar het vertrouwen in heeft en het plan ziet dat het dat lukt, dan moeten ze beoordelen. Dan kunnen ze niet bij twijfel denken van, ja, weet je, oké, van de andere kant loop ik geen risico qua schade, qua verlies. Dus we geven het voordeel van de twijfel. Dat mag niet de basis zijn voor een beoordeling van een financieringsaanvraag. Ja, en daarbij is natuurlijk, als zoiets uiteindelijk zeg maar, tot verkoop komt, een gedwongen verkoop, ja, dat is toch iets waar een bank liever ver uit de buurt blijft. Dat zijn niet de meest ideale situaties waar je als bank in wilt verkeren. Nee. Dus het past ook niet bij het beleid van een bank om nog op zekerheid te financieren tot het vol zit. Nee, precies. Dan is er een vraag. Zijn er voor de agrarische sector ook veel alternatieve financieringsoplossingen als vervanging voor banken? Die zijn er wel. Nou goed, we zien wel in het midden- en kleinbedrijf en in het vastgoed zien we wel veel meer alternatieven. Dat is echt een niche-markt waar heel veel partijen in zijn gesprongen. In de agro is in de basis het complete financiële pakket wordt toch vaak wel vanuit de bank aangeboden. En dan heb je eigenlijk wel de 4-5 basisbanken. En dan moet je denken dat daar er zitten verschillen in. En verschillen kunnen zijn in een stukje opbouw van de financiering, de structuur, de aflossingsdruk. Geven ze veel ruimte of houden ze dat strak. Rente kan zijn of de klik met de banken, de adviseur. Vaak als je naar alternatieven kijkt, is het een keer een lease van een machine. Dat wordt ook eens een lease gedaan. Erfpacht. En wat we wel meer zien opkomen, is dat toch partijen elkaar gaan vinden. Geldschieter en ondernemer. Om dan zeg maar op een 1-2'tje zeg maar de financiering te regelen. Hm. Omdat op dit moment een spaargeld is ook is gewoon min 0,5%. Dus ja, logisch dat ze dan wel gaan kijken van kunnen we niet met een goed plan, een goede ondernemer en nou ja, een solide plan, misschien goede zekerheid, dat ligt aan waar de voorwaarden zijn. Maar kunnen we dan niet rechtstreeks zeg maar zo'n ondernemer financieren? Ja. Ja. Dan is er een vraag. Deze toehoorder vraagt zich af. Worden financieringsaanvragen door banken nog steeds meer geautomatiseerd? Kun je daar iets van zeggen? Ja, ook dat is een proces wat al langer loopt. En waar ze nu echt nog in een pilot zitten. Om te kijken van hoe kan dat proces nog geoptimaliseerd worden. En met name zeg maar een stukje kinderziektes eruit halen. Maar uiteindelijk is er wel heel veel aandacht van de banken naartoe. Om als het goed staat en als het goed werkt, dan denk ik dat het ook ingevoerd wordt binnen de basis financieringsvorm van banken. Ja. We zien dat op dit moment zeg maar midden- en kleinbedrijf ja, tot 3,5 en sommige tot 5 ton is al volledig geautomatiseerd. Dus dat betekent dat je in principe je aanvraag digitaal uploadt in het netwerk van de bank. Mogelijk krijg je nog een keer een kans om via Teams zeg maar met elkaar eventjes er doorheen te lopen. Maar goed, dan valt het oordeel. En daarom is het zo belangrijk om zo'n aanvraag in één keer goed op de bühne te krijgen. En daar zou ook zo'n pellenmodel mee kunnen helpen. Om gewoon geen dingen over te slaan en dingen die heel belangrijk zijn. En waar je echt het accent op moet leggen om die goed voor het daglicht te krijgen. Ja. Dankjewel. Dan heb ik nog een vraag. Is bij een blanco voor de bank een borgstellingskrediet nog bespreekbaar? En hoeveel waarde wordt hier nog aangehecht? Kun je daar iets van zeggen? Ja, een blanco is in principe de basis voor een bank om met een borgstellingskrediet te kunnen werken. Ja. Er zitten ook wel wat andere voorwaarden zitten eraan. In principe, als het hele investeringsplan daaraan voldoet, dan heeft de bank de ruimte om een borgstelling in te bouwen. En ook daar is het heel belangrijk dat een bank vol overtuigd is van het plan. En dus een bank zal niet bij twijfel denken van, als ik een borgstelling erin breng, dan doe ik het wel. Maar de bank moet eigenlijk zeggen van, ik wil het heel graag doen. En zo'n borgstelling geeft wat comfort. En daar moet je zeker naar kijken. En goed,
Bosnië heeft ook zijn eigen voorwaarden, dus je moet kijken of die financiering daarin past. Ja. Maar dat is zeker verstandig om dat mee te nemen. Dankjewel. Dan had ik nog een vraag voor jou, Mark, tot slot. Wanneer is voor jou een dag geslaagd? Ja, geslaagde dag is dat je... Het lukt niet altijd binnen één dag, maar dat je uiteindelijk zeg maar en vanuit de klant de wensen van de klant inventariseert. Met de bank overleggen hoe de regels van de bank daarin staan. En dan uiteindelijk met elkaar weer te realiseren dat je een goed plan krijgt waar beide partijen tevreden mee zijn. En waar de wensen van de klant goed in verwerkt zijn. En waar de bank ook gewoon een degelijk financiering kan wegzetten. En dat is mooi, dat is het mooiste, dat je uiteindelijk zeg maar wat kunt betekenen. En een win-win en dat iedereen zeg maar gelukkig naar huis ingaat. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan wij verder met de volgende spreker. En dat is Albert Albers. En Albert is als senior adviseur ruimtelijke ordening en milieu werkzaam bij onze dochteronderneming De Omgevingsadviseurs. Hij heeft jarenlange ervaring met vergunningverlening in de varkenshouderij met de daarbij behorende ingewikkelde wet en regelgeving. Nou, hij gaat jullie bijpraten over de actuele situatie voor wat betreft natuurvergunningen en het stikstofdossier. En dan nog even het volgende. We trokken ruim een jaar geleden massaal naar Den Haag om te protesteren. En vorige maand waren we er ook nog. Oorzaak: de Raad van State had in mei 2019 het programma aanpak stikstof, beter bekend als de PAS, vernietigd. Daarom waren vele activiteiten in één keer zonder vergunning komen te zitten en kwamen dus stil te liggen. Denk hierbij aan woningbouw en de aanleg van wegen. Nou, en om die weer op gang te krijgen, werd er getrokken aan stikstofrechten van de landbouw. Nou, Albert die zal aan de hand van de laatste stand van zaken toelichten en wat het betekent voor jouw bedrijf. Albert, welkom. Ook even een vraag vooraf. Als jij naar je werk toe gaat, wat is jouw grote drijfveer, zeg maar, in jouw dagelijkse bezigheden? Kun je daar iets van zeggen? Ja, mijn belangrijkste drijfveer is eigenlijk om onze klanten, en het zijn heel vaak agrariërs, te helpen in de wirwar van vergunningen. En om tot een eindresultaat te komen, zeg maar, qua vergunningverlening, waar zij gelukkig van worden, waar zij hun plannen mee kunnen verwezenlijken en waar ze hun bedrijf mee kunnen ontwikkelen. Dankjewel. Zou je ons mee kunnen nemen in jouw verhaal? Zeker, Martijn. Ja, ik heb mijn verhaal als ondertitel meegegeven: bepaal je vergunningen situatie en pak je kansen. Want je vergunningen zijn in feite je license to produce. Dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel van je bedrijf. Mark heeft het straks ook al aangegeven, banken kijken er ook naar van het bedrijf moet staan, moet voldoen aan alle voorwaarden en daar hoort dit bij. En in dat verband is het van belang dat je weet waar je staat. Dus in die zin bepaal je vergunningensituatie. En om dat nog eens even wat toe te lichten, wat voor soort vergunningen hebben we nu in principe? Nou, we kennen zeg maar de milieuvergunning. En de bouwvergunning, oftewel omgevingsvergunning milieu, omgevingsvergunning bouw. En dat zijn gemeentelijke vergunningen. Maar we hebben ook een derde vergunning en dat is de natuurbeschermingswetvergunning. Of vergunning wet natuurbeheer, ook wel genoemd, de WNB. Dat is eigenlijk een derde die erbij gekomen is de laatste jaren. En die wordt verleend door de provincie. Dus het is een andere overheidsonderdeel. De natuurvergunning die is eigenlijk bedoeld om zeg maar Natura 2000 gebieden te beschermen. En die volgt uit de wet natuurbescherming. Natura 2000 gebieden, dat zijn de aangewezen gebieden vanuit de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Destijds aangewezen door Europa. Dus het zijn Europees bepaalde regels. En die Natura 2000 gebieden, we hebben er een 130 in Nederland, die worden eigenlijk gekenmerkt doordat de meeste daarvan die zijn gevoelig voor stikstof.
En stikstof wordt het voor het gemak genoemd, maar het zijn eigenlijk stikstofverbindingen. En in dat verband kennen we de NOx-verbindingen. Die ontstaan bij verhitting en die ontstaan dus in motoren. Dus vanuit verkeer, industrie, uit de bouw, uit wonen, zeg maar. Dan, daar komen de NOx'en vanaf. En we hebben de NH3, de ammoniak. En de ammoniak die komt met name vrij bij de veehouderij als urine en mest bij elkaar komt. We moeten in dit verband onderscheid maken tussen de emissie. En de emissie van ammoniak wordt uitgedrukt in kilogrammen ammoniak per jaar. En we hebben de neerslag van ammoniak en dan noemen we het de depositie. En die wordt uitgedrukt in mol per hectare. Het grootste gedeelte van de Natura 2000 gebieden in Nederland zijn overbelast voor wat betreft stikstof. En dat is meteen het grootste probleem. We kennen dat probleem al wel 10 tot 20 jaar. Zo geleidelijk aan begon dat steeds knellender te worden. Want op het moment zeg maar, dat een Natura 2000 gebied overbelast is en je wilt als veehouderijbedrijf ontwikkelen en het gaat gepaard met extra dieren en met extra emissie en dus depositie op een gebied, ja, en het gebied is al overbelast, ja, dan kan die vergunning niet verleend worden. Nou, dat speelde tot aan de jaren, tot jaar 2015. Toen heeft de overheid het programma aanpak stikstof in werking laten treden. En het programma aanpak stikstof was er eigenlijk voor bedoeld om ontwikkeling, economische ontwikkeling mogelijk te maken en tegelijkertijd de natuur te beschermen. Het was een heel pakket aan maatregelen en dat heeft van 2015 tot 2019 goed gewerkt. Alleen de Raad van State heeft op 29 mei 2019 gezegd van ja, dat is allemaal leuk en aardig die pas, maar overheid, je geeft ontwikkelingsruimte weg die er eigenlijk nog niet is. Dus de pas ging onderuit. Op dat moment zat Nederland op slot. Martijn heeft het al even genoemd. En toen werd ook pijnlijk duidelijk dat behalve de landbouw, dat eigenlijk heel Nederland met de stikstofproblematiek te maken had. Ook met name woningbouw en wegenbouw. De landbouw werd gezien als een probleem, want die produceerde wel 60-70% van alle stikstof in Nederland. Ik zie de landbouw als belangrijk gedeelte van de oplossing. De landbouw heeft al heel veel gereduceerd aan stikstof. En daar zit best nog wel wat ruimte. Alleen die moet op een verstandige manier moet daarmee omgegaan worden. In december 2019, toen kwam er weer wat schot in de zaak. Want van mei 2019 tot december 2019 kon er maar heel weinig. December zijn de salderingsregels in werking getreden. En de salderingsregels gaan eigenlijk uit van het standstill van de stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden. Dus stilstand. Geen toename, maar binnen je ammoniakrechten, kan je vergunningen verlenen. Ik kom daar zo meteen nog op terug. December 2020, dus op dit moment, is de stikstofwet in voorbereiding. En sterker nog, vandaag is de stikstofwet aangenomen. Voluit heet die wet de wet stikstofreductie en natuurverbetering. En dat is een wet die gaat er eigenlijk vanuit dat de stikstof achteruit gaat. Stikstofdepositie wordt teruggedrongen, zijn harde doelen opgenomen in deze wet. En zal dus grote consequenties hebben, maar geeft tegelijkertijd ook ruimte. Ruimte voor de pasmelders, daar kom ik ook nog op terug. Ook ruimte voor economie, ook ruimte voor woningbouw en ook ruimte voor wegen. Nieuw in deze wetgeving, en dat is wel eens wat onderbelicht, want er wordt een gedeelte weggehaald bij alle sectoren. Bij landbouw, maar ook bij verkeer, wonen, noem maar op. Maar nieuw is dat er ook wettelijk is vastgelegd dat er rekening gehouden moet worden met economische, sociale en culturele omstandigheden. Dat zit eigenlijk in deze Europese wetgeving verweven. Alleen daar werd tot op heden nog niet zoveel mee gedaan in Nederland. Maar in deze wet is dat dus wettelijk ook opgenomen. Is denk ik wel van belang. Daarnaast is er in deze wet opgenomen dat een gedeelte van de doelen
die zijn in feite voor een belangrijk gedeelte niet direct beïnvloedbaar door Nederland, omdat bepaalde Natura 2000 gebieden in Nederland, daar komt stikstofdepositie op vanuit het buitenland. Dus daar hebben wij als Nederland geen invloed op. De wet als zodanig, daar kun je als individu niet wat mee. Waar je wel wat mee kunt, is zeg maar met je eigen vergunningen situatie en bekijken welke mogelijkheden daar binnen zitten. Ik zal dit behandelen aan de hand van een drietal voorbeelden, om niet alle ingewikkelde regelgeving bij langs te moeten akkeren, want dan is het niet meer te volgen. Het eerste voorbeeld is een varkensbedrijf zonder een natuurvergunning. In dit voorbeeld heb ik een bedrijf gekozen met een 1500 vleesvarkens. Het bedrijf heeft wel een milieuvergunning van 2003. Alles is gebouwd. Ja, het bedrijf heeft geen natuurvergunning. Ja, wat nu? Ja, daar zitten bepaalde risico's aan. Je kunt controle krijgen van de provincie, want die moet toezien zeg maar, op de natuurvergunning, op de natuurbeschermingswet. Je kunt controle krijgen in het kader van de cross-compliance regels. Dat zijn de regels die je toeslagrechten bepalen. En ook je bank zeg maar, kan moeilijk doen als je bepaalde investeringsplannen hebt en je hebt je vergunningen niet op orde. Nou, wat zijn de mogelijkheden om daar wat aan te doen? Ik heb het omschreven in kansen. Nou, de eerste kans is dat je een natuurvergunning aanvraagt op basis van je oude milieutoestemmingen. En milieutoestemmingen, daar versta ik onder de hinderwet, de milieuvergunning, de omgevingsvergunning milieu. Het kan ook nog een melding besluit landbouw zijn. Al dat soort zaken wat je in feite aanvraagt bij de gemeente, tegenwoordig omgevingsdienst. In dat verband is de vergunde situatie van belang vanaf 1994 tot en met vandaag. En dan is de laagste, die is bepalend. Dus in dit voorbeeld, stel dat dit bedrijf, wat nu 1500 vleesvarkens heeft, al in 1994 een vergunning had voor 1500 vleesvarkens. Nou, in 2003 zijn we vanuit gegaan, heeft hij nog die vergunning. En vandaag heeft hij ook nog steeds die vergunning. Nou, dat betekent dat hij op basis van die milieuvergunning kan hij een natuurvergunning aanvragen. Nou, is vrij simpel. Het is niet altijd zo simpel. Tweede optie, tweede kans, kans 2, is als het bedrijf bijvoorbeeld in 1994 een vergunning had voor 1000 vleesvarkens. Ja, 1000 vleesvarkens heeft er nu 1500. Wat te doen? Nou, hij had in 2003 een milieuvergunning voor 1500. Die wilde hij ook graag houden. Nou, als die 1000 zeg maar emissiearm maakt, dan zitten daar mogelijkheden in. 1,6 is de maximale emissie volgens besluit huisvesting. 1000 maal 1,6, 1600 kilogram ammoniak. Als die een luchtwasser erop zet van 70%, die heeft een emissie van 0,9, kan die 1700 vleesvarkens houden. Dus dan heb je de combinatie van 1, dat wil zeggen basis van oude milieutoestemming, en intern salderen, want je blijft binnen jouw eigen rechten. Het derde voorbeeld, de derde kans voor dit bedrijf, is als die in 1994, dat bedrijf was er nog niet. Dan heeft hij dus in 1994 een referentie van 0. 2003 heeft hij wel die 1500 vleesvarkens, alleen ja, er is 0. Ja, dan is er de mogelijkheid om extern te salderen. En extern salderen, dat betekent dat je ammoniakrechten aankoopt van een buurman die stopt met zijn bedrijf en die ammoniakrechten over heeft. Dat extern salderen, ammoniakhandel noem het ook wel, is een bekende praktijk al die ook toegepast werd voordat de pas in werking trad in 2015. Is op basis zeg maar, van rechten die gerealiseerd zijn. Dus de stallen moeten er staan of gestaan hebben. En moeten er nog staan trouwens. En ik moet wel even bijzeggen dat extern salderen kan nog niet in alle provincies. Het kan wel in Overijssel, Groningen, Flevoland, in Brabant kan het, Limburg en in Zeeland. En Gelderland die werkt wel met een vorm van extern salderen, dat is het verliezen. Het verliezen is in feite het tijdelijke externe salderen.
Let wel op, als je ammoniakrechten aankoopt van de buurman, dan gaat er 30% korting af. En het gaat op basis van depositie, op basis van neerslag. Dat wil zeggen, stel dat de buurman, ik noem maar wat, 1000 kilo ammoniak heeft, en die kan je overnemen, dan gaat er dus eerst 30% af, er blijft 700 kilo over. Die stop je in het rekenprogramma Aries. En dan wordt er berekend wat de depositie is op de verschillende Natura 2000 gebieden. Dan ga je die 700 verplaatsen naar jouw bedrijf. Stop je het opnieuw in Aries. En dan kijk je opnieuw naar de depositie op alle Natura 2000 gebieden. Mag die nergens toenemen. Nou, dan zul je zeggen van ja, maar als die buurman dan wat verder weg woont. Of zeg maar wat dichter bij het gebied woont en gaat er wat verder af. Nou, dan is het mooi makkelijk. Dan kan ik wat meer houden. Alleen het punt is, in Nederland, ik heb het al genoemd, we hebben 130 van die Natura 2000 gebieden. Dus als je verder weggaat van het andere gebied, kom je weer dichter bij het volgende gebied. Dus dat betekent eigenlijk praktisch gezien, je moet, als je extern saldeert, moet je die ammoniak kopen dicht in de buurt van je eigen bedrijf. Ander punt van belang is, de ammoniakrechten die je overneemt, die mogen niet afkomstig zijn van een bedrijf wat ooit meegedaan heeft aan de stoppersregeling. Stoppersregeling destijds in het kader zeg maar van de besluit huisvesting, een ontheffing was dat voor bedrijven om daar nog niet aan te hoeven voldoen. En ammoniak van bedrijven die meedoen aan de saneringsregeling varkenshouderij kan je ook niet overnemen. Het tweede voorbeeld is een pluimveebedrijf. Dit pluimveebedrijf heeft een natuurvergunning. Het is een bedrijf met 60.000 vleeskuikens. Een emissie van 0,045 gram. Voldoet aan het besluit huisvesting. En die zit erover te denken om zijn stal emissiearm te maken. Nou, die gaat er zeg maar een warmtewisselaar op zetten. Met extra beluchting. En in die zin wordt de ammoniakemissie verder teruggebracht. Wordt gehalveerd. Dus theoretisch kun je zeggen van ik kan twee keer zoveel dieren houden. Andere optie is dat je zegt van ik ga in feite emissiearm maken en ik ga een gedeelte van de ammoniakrechten verliezen. Dat wil zeggen tijdelijk verhuren. En het tijdelijk verhuren is met name in het leven geroepen om tijdelijke projecten te realiseren. En dan moet je denken aan de bouwfase van wegen, van woonwijken, maar ook van bijvoorbeeld windmolenparken. Ook bij verliezen zeg maar, gaat men uit van 30% korting. En die krijg je na afloop van die 2 jaar weer terug. Na afloop van die 2 jaar zou dit bedrijf kunnen denken van nou, ik ga nu die tweede stal bouwen. Ik heb eerst die ene stal emissiearm gemaakt. Nou, dat leverde me wat winst op. Die winst heb ik nu weer terug. En nu ga ik een tweede stal bouwen. Ik denk dat het van belang is om even te vermelden, zeg maar, dat we hebben het net gehad over de stikstofwet. En de stikstofwet, ik heb al genoemd, alle sectoren moeten inleveren, zeg maar, om ammoniakrechten ammoniakruimte, zeg maar, te krijgen, stikstofruimte te krijgen. Dat geldt ook voor de landbouw. En dat zou met name te maken kunnen hebben zeg maar, met het verplicht emissiearm maken van stallen. En dat kan inhouden dat de normen van besluit huisvesting verder aangescherpt worden. Dat betekent, als die verder aangescherpt worden, dan kun je die winst dus niet geheel of volledig gebruiken zeg maar, voor extra dieren. Dus gebruik die ruimte nu. Hou wel even in de gaten dat als je een nieuwe natuurvergunning aanvraagt, dat die verleend wordt voor drie jaar. Dus de rechten die je daarin krijgt, moet je met 3 jaar benut hebben. Het derde voorbeeld is een geitenbedrijf met een pasmelding. En de pasmelding is een bijzondere situatie. De pasmelding was een van de twee mogelijkheden om zeg maar je mogelijkheden te krijgen onder de pas, het programma aanpak stikstof. En daar had je enerzijds te maken met een natuurvergunning. Dat was voor de bedrijven die met een depositie zaten boven de 1 mol. En je had te maken zeg maar, met bedrijven die onder de 1 mol zaten en die hoefden geen vergunning aan te vragen. Maar konden ook geen vergunning aanvragen als ze dat zou willen. Die konden volstaan met een melding. En dat zijn de zogenaamde pasmelders. Degene die zeg maar een vergunning hadden en die onherroepelijk was,
ja, die bleef intact toen die pas onderuit ging. Maar die pasmelding, ja, die had geen, geen wettelijke basis meer. Dus die pasmelding was daarmee zeg maar als basis onder het bedrijf verdwenen. De minister die heeft destijds eigenlijk al vrij snel gezegd van ja, het kan niet zo zijn dat iemand na volle eer en geweten zeg maar een nieuwe stal heeft gebouwd met een bouwvergunning en met een pasmelding, dus voldeed aan alle regels, en dat hij in één keer illegaal wordt. Dus ik ga alle pasmelders legaal maken. Nou, het zijn er iets van 3300 van die pasmeldingen zijn er geweest. En dat zijn heel veel landbouwbedrijven, maar ook wel andere projecten. En ja, die in dat traject zitten wij nu, zeg maar, dat die gelegaliseerd worden. De verwachting is dat die legalisatie best wel lang kan duren. Want dan moet zeg maar ook stikstofruimte voor bij elkaar gevonden worden. En ja, die komt ook vanuit die stikstofwet waar ik in het begin iets over verteld heb. Als je pasmelder bent, hou dan even goed in de gaten dat je voor 30 april informatie moet inleveren. Daarvoor moet je bericht gehad hebben. En als je er niet gehad hebt, dan meld je dan zelf aan bij RVO. Ja, ik heb al genoemd, het kan lang duren, die legalisatie. En daarom noem ik ook nog hier een kans. Je kan namelijk ook zelf gaan kijken van, kan ik zelf niet een natuurvergunning gaan aanvragen? En dat is dan op basis, zeg maar, van je milieuvergunde situatie, zeg maar vanaf 94 tot heden. Wat ik bij een van de vorige voorbeelden ook al behandeld heb. Als die ruimte erin zit, dan kan je zelf je NB-vergunning aanvragen en dan hou je het zelf in de hand. Dat is overigens iets wat de minister ook gaat doen. Die gaat ook eerst kijken van welke ruimte zit er nog in je bedrijf. En, want dat hoeft zij namelijk dan niet zeg maar, bij elkaar te sprokkelen via de stikstofwet. De tweede kans is intern salderen. Dus dat is de combinatie van zelf die NB-vergunning aanvragen vanuit je oude milieuvergunning en zeg maar intern salderen, dat wil zeggen emissiearm maken. Dat is een optie. En de derde optie is het extern salderen. En dat is natuurlijk ja, dat is afhankelijk van je situatie. Als je een buurman hebt die toch wel heel dichtbij je ligt en die een mooie portie ammoniak heeft wat precies past, ja, dan is het te overwegen om dat over te nemen. Is vooral interessant, zeg maar, als je je wilt ontwikkelen en niet wil wachten op die legalisatie. Maar dat is een beetje afhankelijk van jouw situatie en van je ligging ten opzichte van de buurman. Tot slot. Breng je vergunning en situatie in beeld. Weet waar je staat. Ondernemen actie en pak je kansen. Nou, dat kan zijn legalisatie op basis van je milieutoestemming. Het interne salderen. En met name die mogelijkheid, zeg maar, door stal emissiearm te maken. Het interne salderen kan ook zijn het omwisselen van dieren. Maar met name het emissiearm maken, dat is iets wat nu nog kan en misschien straks iets meer beperkt. Extern salderen, daar kennen we drie smaken in. Koop, zeg maar van de buren om te ontwikkelen. Verkoop kan ook een kans zijn dat je een gedeelte van je rechten verkoopt, dat je een gedeelte van je vergunning intrekt, of als je beëindigt, alles intrekt. En de lease is dan voor het tijdelijk uit handen geven van je ammoniakrechten. Ja, dit is een heel ingewikkeld onderwerp. En als je meer informatie wilt, dan verwijs ik je graag naar de verdiepingswebinars die er aan zitten te komen. Dat zal in het voorjaar zijn. Individueel zijn er natuurlijk ook vragen te beantwoorden. Tot zover, Martijn. Ja, dankjewel, Albert. Er zijn intussen ook een aantal vragen binnengekomen. En de eerste vraag die is, onlangs is de opkoopregeling voor veehouderijen bekendgemaakt. En deze toehoorder vraagt zich af of dat voor sommige bedrijven ook niet een kans kan zijn. Kun je daar iets van zeggen? Ja, de opkoopregeling veehouderijen is ook een van de onderdelen, zeg maar, vanuit de stikstofwet. Is wel goed om te vermelden, zeg maar, dat die met name dat die een aantal eisen heeft. En een van de eisen is, zeg maar, dat je vrij dicht bij Natura 2000 gebieden moet zitten.
Want je moet gemiddeld aan depositie op 2 mol of meer zitten op een aantal aangewezen gebieden in de omgeving van je bedrijf. Dus dat is iets waar je aan moet voldoen. En een andere belangrijke eis is, of was moet ik zeggen, dat een van de voorwaarden was dat je geen nieuw bedrijf mocht ontwikkelen. Nou is vorige week is die stikstofwet behandeld in de Kamer. En de eis, zeg maar, dat je geen nieuw bedrijf meer mag ontwikkelen, dus dat je niet verder mag met een bedrijf, die is daar uitgegaan. Hoe dat er exact nu in komt, is nog niet helemaal helder. Want er zullen er wel bepaalde eisen in komen, dat als je verplaatst van je ene bedrijf naar een nieuw bedrijf, dan moet je op nieuw bedrijf ook wel weer voldoen aan bepaalde eisen. Dus, maar goed, daar zit iets meer ruimte in als dat het eerst leek. Dus dat beroepsverbod, zoals het genoemd werd, dat schijnt van de baan te zijn. Duidelijk. Dan is er iemand die vraagt zich af, ik heb meegedaan aan de stoppersregeling. Mijn stallen die staan er nog. Kan ik de stikstof verkopen? Nee, want dat kan niet zomaar. Het is namelijk zo dat daar staat heel expliciet in die salderingsregelingen genoemd, zeg maar, dat de ammoniak van bedrijven die meegedaan hebben aan de stoppersregeling, die kan niet gebruikt worden voor extern salderen. Het is wel zo dat je je milieuvergunning kan omzetten, zeg maar, in een andere diercategorie, die weer voldoet aan het besluit huisvesting. Zo'n vergunning, zeg maar, kan je vanuit legalisatie, zeg maar, terugzetten in een natuurvergunning. En die zou je dan getrapt kunnen verkopen. Dus het kan niet zonder meer, maar misschien wel met een omweg. Oké. Dan is er iemand die zegt van, ik heb in 2016 een pasmelding gedaan. Ik heb de gebouwen en dieren van die melding gerealiseerd. En nu wil ik graag een extra stal bouwen. Wanneer is mijn pasmelding gelegaliseerd? Ja, ik kan me voorstellen dat diegene die die vraag stelt, omdat, er wordt ook wel aangegeven in de pers en de verwachtingen, die zijn ook in die zin, die zijn best wel hoog gespannen, maar het is alleen even de vraag of de minister het op hele korte termijn kan realiseren. En ik heb het jaar 2023 al voorbij zien komen, zeg maar, dat de laatste gelegaliseerd worden, de eerste vergunningen die wilden ze verlenen, zeg maar, in mei van dit jaar of van volgend jaar. Dus dat zou dan relatief snel zijn. Maar goed, de laatste, dat duurt dan nogal. En als je daarop wachten wil, zeg maar, je wil je bedrijf ontwikkelen, ja, dan kom je bij die opties die ik ook al genoemd heb. Misschien moet je dan kijken wat je zelf kunt. Dus dat is in die zin lastig. Ja. Nou krijg ik ook meerdere vragen, zie ik hier binnen over de prijzen van stikstof. Heb jij een beeld van wat er betaald wordt, Albert? De handel in stikstof, dat is een hele moeilijke handel in die zin. Die prijzen, die zijn, hoe moet ik het zeggen, die waarde die is niet op elke plek hetzelfde. Als je bijvoorbeeld bekijkt in de rundveehouderij, je verhandelt fosfaatrechten of je verhandelt varkensrechten. Ja, die hebben, zeg maar, op een bepaalde plek dezelfde waarde en die kun je, zeg maar, vrij makkelijk uitwisselen. Met ammoniak is het sterk afhankelijk van waar die ligt. Dus, zeg maar, er kan een buurman zijn die echt wil ontwikkelen en die ammoniak nodig heeft. Ja, die zal iets meer voor die ammoniak willen betalen als zeg maar iemand die wat verder weg zit en die er veel minder van overhoudt. Ja. Dus dat heeft te maken met het emissie- en depositieverhaal, met die omrekening. Ja. En om prijzen te noemen is heel gevaarlijk natuurlijk. Want ja, dat gaat van 10 euro, zeg maar, per kilo. Of een buurman die zegt van, nou, uitgebruiken kunt, mag je het wel hebben, op zo'n manier. Als er een overheid in de buurt zit, zeg maar, die het kan gebruiken, ja, dan wordt er op zich weer andere prijzen betaald. Dus dat is in die zin is daar geen eenduidige prijs voor af te geven. Nee. En is het ook al mogelijk om stikstof te verliezen? Stikstof verliezen is in principe mogelijk, ja. Die mogelijkheid is vrijgegeven. In die provincie die ik net noemde, waar ook het verhandelen mogelijk is. En Gelderland, die heeft het, het extern salderen nog niet vrijgegeven, maar het verliezen wel. Ja. Duidelijk.
Ik kijk nog even naar mijn scherm. En daar is nog een vraag. Als je een nieuwe NB-wetvergunning aanvraagt en er is nu meer stikstofruimte vergund dan er daadwerkelijk is gebouwd, raak je die ruimte dan ook kwijt als je niet voor alle nu vergunde ruimte bouwt? Ik herhaal de vraag even. Je zegt als ik nu een nieuwe natuurvergunning aanvraag. Ja. En ik heb de vergunning die ik had niet helemaal gerealiseerd. Ja. Raak je die ruimte dan kwijt als je dus inderdaad niet voor alle nu vergunde ruimte bouwt? Ja. Volgens mij zijn er twee delen. Dan laat ik eerst maar de eerste gedeelte. Mm-hmm. Als je dus zeg maar een natuurvergunning hebt. En daar zitten, ik noem maar wat, drie stallen op. En er zijn twee stallen gebouwd en één stal is dan niet gebouwd. Je wilt dat wijzigen aan je vergunning. Met een verschuiving van dieren. Dus eigenlijk een vorm van intern salderen. Dan is het zo dat er gekeken wordt van, nou, wat heb je gerealiseerd van je bestaande vergunning? Daarmee kan je intern salderen. En gerealiseerd, daar wordt onder verstaan dat de stal gebouwd is. En als je dus één stal niet gebouwd hebt, dan vervalt dat gedeelte zeg maar, bij het intern salderen. Dus die rechten ben je dan kwijt, tenzij je al stappen hebt gemaakt om die stal te bouwen. Dus dat er investeringen al gedaan zijn vooruitlopend op. Dus dat is de eerste stap. Nu de vraag, zeg maar, als jij een nieuwe vergunning aanvraagt en die vergunning wordt verleend. En dan houden we het maar even hetzelfde voorbeeld aan. En die wordt verleend voor drie stallen. Je gaat twee stallen bouwen. En die ene stal, die ga je nog niet bouwen. En als je die na drie jaar niet gebouwd hebt, dan heb je kans dat ze hem dan dat gedeelte ook weer intrekken. Dus je moet een nieuwe NB-vergunning, die wordt verleend voor drie jaar, zeg maar, dan moet die gerealiseerd zijn. Duidelijk. Dan heb ik nog een vraag voor jou, Albert. Wanneer is voor jou een dag geslaagd? Ja, een dag is geslaagd als ik op de terugweg zeg maar naar huis langs een bedrijf kom waar een stal staat en waar ik de vergunningen voor verleend heb. Want dat vind ik op zich best wel een mooi moment. En dan zul je zeggen, ja, je komt wel vaker langs een stal, maar ja, wij geven advies. En advies is vaak niet tastbaar, maar als er dan wat staat, ja, dan is het tastbaar. Dus dat vind ik mooi. Ja. Dankjewel voor de toelichting. En zoals ik al eerder aangaf, alle andere vragen, daar komen wij op een later moment nog op terug. Dan komen we tot een afronding van dit webinar. We hebben vanavond gezien waar we rekening mee moeten houden richting de toekomst. Om je kansen te pakken is het dus eerst noodzakelijk om je positie te bepalen. Omgeving en geld liggen in elkaars verlengde. En het is dus van belang om goed na te gaan of je je vergunningen op orde hebt. Nou hebben wij niet de illusie dat wij in dit uurtje alle verdiepende info kunnen geven die jullie normaal van ons gewend zijn. Albert gaf het ook al even aan. Er komen in de regio verdiepende webinars bij de kantoren waar jullie aan kunnen deelnemen. Dan rest mij niks anders om iedereen hartelijk te bedanken voor deelname. Hele fijne kerstdagen toegewenst en een voorspoedig nieuwjaar. Tot ziens.